Ik ben echt nog nooit zo wit geweest. Je ziet zelfs mijn ader in mijn hand. De laatste uurtjes vakantie zijn ingegaan. Ik heb dus die vorige week vakantie alleen maar leuke dingen gedaan met z'n drieën. Dus ik ben nergens naartoe gekomen van wat ik eigenlijk wilde doen. Behalve vlog editen. En om 2:30 eindigt eigenlijk een soort van mijn tijd. Altijd op dinsdag. Het is nu 1:00. 1:15. Dus ik heb nog heel even. En ik heb besloten dat ik nu aan de slag ga met mijn kantoor. Chop, chop, chop. Want ik word helemaal gek van het kantoor. En het moet gewoon netjes worden. En in 2 uur kan je best wel veel doen, denk ik. Ik ga eerst even bij de macro bestellen, want het wordt dan morgen geleverd. En dan ga ik aan de slag en dan neem ik jullie mee. Ik drink dus, dit heb ik trouwens nog van het feestje van zondag, ik vind het zo goor. Havermelk al heel lang, want ik kan niet tegen melk. Hoorde ik dus dat hier bizar veel suiker in zit, wat niet per se op de verpakking staat. Maar ja, ik heb nu ook dus deze, maar volgens mij is het gewoon hetzelfde. Maar nu heb ik dus even lactosevrije melk geprobeerd. Ik dacht, misschien is dat ook wel oké, maar... Ik weet niet. Ik heb nog steeds wel last van mijn darm hoor. Ik weet dus nu dat ik niet tegen melk en soja kan, maar ik heb nog steeds wel problemen. Dus ik heb vanochtend hier mijn koffie gemaakt, maar ik moet ook meteen naar de wc na koffie. Dus ik kan nog niet echt zeggen. In ieder geval, ik ga nu eventjes een matcha latte maken. Een warme of een koude eigenlijk? Een koude. Ik hou van koud. Met deze. Mijn laatste, ene laatste matcha poeder. Baden. Ik ga trouwens denk ik gewoon weer over naar amandelmelk. Dat is volgens mij wel oké. Wow. Nou, dit dan. Superhandig blendertje dit. Van de AC Tium. Mijn blender zat in de zaak. Dus we hebben nu deze. Hoppa, een Gangnam Style. Op, op, op. Oké, wel. Matcha moet je normaal met zo'n klopper doen. Maar als je het gewoon heel hard blendt, dan kijk. Op een gegeven moment gaat dit dan ook weg en heb je geen klontjes. Oké, normaal gaat dit ook weg. Nu niet, maar goed. Goed genoeg. En dan ga ik even naar mijn kantoor. Oh, hier is allemaal matcha poeder. Wij wilden trouwens geen waterkoker. Ik weet echt niet meer waarom. Ik weet niet waarom. Maar toen gaf mijn schoonmoeder dus een keer random deze van... Oké, als je een keer thee wil maken, kan je deze erbij pakken. Maar eindstand staat hij dus altijd hier op ons aanrecht. En hij is zo lelijk. Dus eigenlijk wil ik even een ander kopen. Ik weet niet meer. Oh ja, Hadi maakt altijd thee in een pannetje of zo. Daarom wilden we geen waterkoker, zodat het niet in de weg stond. Het waterkoker is zo groot en handig. Eigenlijk wilden we een koeker, maar dat hebben we nooit gedaan. In ieder geval, het kantoor is erger dan het ooit geweest is, aangezien we... Kijk, ik heb daar natuurlijk heel vaak een poging gedaan, maar iedere keer werd het weer volgestouwd. We hebben gewoon echt een super chill huis. Maar die ruimte wordt gewoon niet goed benut. Plus, we willen al heel lang eigenlijk buiten een schuur. Maar dat is zo ontzettend veel werk. Dat moet je zelf in elkaar zetten of uitbesteden of whatever. Is er ook nog niet van gekomen. Mensen vragen soms waarom duurt het zo lang. Ja, omdat je druk bent. Ha is eigenlijk de enige die dingen in huis doet hier. Dat ik gewoon altijd maar druk ben. Hier is ook weer een zooi. Ik had trouwens al amandelmelk gekocht. De gang is zeg maar nu wel netjes. We hebben dus dit bankje. Ik weet niet eens of ik dat ooit gefilmd heb. Hij heeft bij de Jessica gehaald. Super handig. En hier staat dan dus de kattenbak. Maar hier moet nog steeds een deur in. En als je hier binnenkomt, ga je doodschrikken. Het is echt verschrikkelijk. Dus snap je dat het niet echt motiverend werkt? Dit is eigenlijk allemaal zooi die niet van mij is. Dus hoe ga je hier naar je kont keren? En dit is allemaal zooi van mij. Hoe ga je hier beginnen? Snap je mijn punt? Dus dan heb je ook echt muziek nodig. En ik heb hier wel zo'n speaker staan, maar ik word gewoon helemaal gek in deze chaos. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met een advertentie plaatsen wie deze deuren gaat. Dus wil ik hem ophalen of zo. Er is toch vast wel iemand die deuren wil hebben. Al is het materiaal, hoeveel deuren zijn. Kijk, dit is die ene deur die er nog in moet. Hier in mijn kantoor. Verder heeft hij alle deuren al erin gezet in huis. Dus 1, 2, 3, 4 deuren volgens mij. Ja, dit is gewoon verschrikkelijk. Hiervoor heb je gewoon een schuur nodig. Oké, de mooiste advertentie ooit staat online. Ik ga stuk. Dat is stap 1. Stap 2 is, kijk... Ik moet gewoon heel veel gewoon helaas gaan weggooien. Want je kunt het al heel goed bewaren, maar dit is geen zin. Maar ik wil gewoon mijn kont kunnen keren en dit eigenlijk allemaal weg hebben. Maar waar ga ik het zetten? Echt. Hoe word je niet gek in deze situatie? En deze rollator heb ik een keer meegenomen van het vuilnis. Waarom? Misschien ga ik die ook even op de marktplaats zetten. Ja, ik ga de rollator ook op de marktplaats zetten. Oké. Volgens mij was ik toen een beetje dronken na het vrijgezet. Nee, ik was niet dronken, want ik ben gewoon nog naar huis gereden. Maar het was het vrijgezellenfeestje van Ro. Dus dat was een grappige vibe. En toen stond dit bij het golfvel of zo. Dus toen heb ik het dus in mijn auto meegenomen. En ja, dus eigenlijk wil ik hem nooit wegdoen, omdat het een leuke herinnering is. Niemand gaat het willen kopen, Charlotte, als je zo'n lelijke foto maakt in zo'n zooi. Oké,
gaat het gordijn weer naar beneden vallen straks. Oh. Rollator. Bieden. Hij is ook ingeklapt of zo, maar ik weet niet hoe je hem uitklapt. Nog in perfecte staat. Bierkratje op de achtergrond. Nee. Dat moeten we ook niemand hebben. Zo. Het ziet er ook niet uit. Maar oké. Het ziet er ook niet uit. Het beste zet je gewoon allemaal gratis op natuurlijk. Misschien ga ik gewoon even alles naar buiten verplaatsen. Naar de garage. Dan heb ik gewoon even wat meer speelruimte. En dan een goede foto maken van de rollator. Ik ga soms zo stuk op mijn eigen chaos. Oké, de advertentie staat online. Misschien wordt hij nu in de tussentijd wel gewoon gejat. Hij staat buiten, maar oké. Prima. Rollator Active Access bieden. Oké. Wat kan ik nog meer te koop aanbieden? Kijk, eigenlijk moeten we gewoon van onze parkeerplaats een schuur maken. Als we dat doen, zijn we echt slim. Dus je kan gewoon op straat parkeren en dan... Kijk, dit soort dingen. Dan geeft iemand dat dus aan ons. Wat moeten wij hier nou weer mee? Oh. Deze bak. Dit was... Eerst was dit onze wasmand. Maar we hebben nu een echte goede wasmand. Dus dit moet gewoon hartstikke fel. Dus ik ga dit buiten zetten. Nou ja, ik ga even door, anders heb ik heel veel editwerk als ik het allemaal ga filmen. Oh, ik wou net zeggen, hoe heerlijk satisfying is dit dan? Het zijn de IKEA bakken. Ik wist niet dat ik er nog een set van had liggen, maar het is net niet satisfying. Ik heb er nog één. Ik dacht, het is misschien echt gemaakt voor deze kasten, maar waarom zit er dan niet nog één bakje bij? Is the question. Oh, heel chill. Het is die... Had ik nog liggen blijkbaar. Skabbebe. Er is dus iets heel irritants gebeurd. Ik was heel lekker bezig. De bovenkant van het rek komt los van de muur. En ik zou niet weten hoe je dat moet fixen. Het is heel veel werk geweest om dit rek aan de muur te krijgen. Het is niet zo dat als er eentje uitkomt dat je ernaast nog een gat kan boren. Want er zit precies zo'n gat waar de schroef in zit. En die komt los. Dus ik ga even wachten tot het heel komt. Want ik wilde net dat daarboven netjes gaan indelen en zo. Maar dat kan dus niet. Verder is het al iets beter. Al lijkt het niet zo. ja, het is inmiddels al bijna 5 uur en ik heb hulp gekregen. Kijk hoe lekker we bezig zijn. En de tv staat. Wat is dit? We zitten liedjes te luisteren. Oké, dit is het. Het is 9 uur. Ik ga nu stoppen. Ik heb ook spullen uit mijn auto gehaald. Dus daarom is het zo'n zo. Nou, daar zijn we weer. De dag begint zo. Sowieso haast, want de bezorging van de macro was ineens best wel vroeg. Nou, hij is er nog niet, maar hij zei dat hij vroeg was. Dit moet allemaal opgeruimd worden. En ik ga heel snel even een paar kratjes sorteren. Ik heb het meeste al gesorteerd. Maar alles moet zeg maar gesorteerd zijn, anders nemen ze het niet mee. En dat scheelt ons weer dat we dit moeten verplaatsen naar de opslag. Cola en Fanta moeten ze in 1 krat. Iets water. Oké, deze is goed. Deze gaan sowieso niet vol kunnen. Nope. Deze kunnen niet. Oh, dat was het al. Jammer. Oké, nou de vakantie is weer voorbij. Mijn haar is ook echt lelijk, maar oké, niet zeuren. Ik ga nu even nog wat inkoop doen. Alles is bezorgd verder, dus dat is goed. Soms is er heel veel belangrijks niet leverbaar, maar dat viel nu wel mee. Ik heb 2 kledingrekken helemaal uit elkaar gehaald. Ook echt, eerst heb ik het helemaal in elkaar lopen duwen met al mijn kracht. Om het er vervolgens uit elkaar te halen. Dus het was helemaal niet nodig om het klein te maken. Maar oké. En eentje die had iemand die wel eens bij ons in de zaak komt. Had hij me geholpen om dat rek strakker vast te krijgen. Deze heeft met tape vastgezet. Dus die krijg ik dus niet meer los. Dus die ligt hier nu los achter. Ja, die rekken zijn 10 euro per stuk. Ik denk dat ik ze gewoon gratis op marktplaats zet. Want wat moet ik met die rekken? Ik heb dus vanochtend snel mijn auto nog leeg gehaald. Wat er dus al 1,5 week in lag. Met alle laatste kleding. Die heb ik snel in mijn kantoor gelegd. Want ik moest snel naar mijn zaak. Maar dat rek stortte toch in. Nou, heel heeft dat gelukkig gefixt. Alleen, ik heb dus nog veel meer kleding die ik kwijt moet. Dus ja, ik zou het op die rekken kunnen hangen. Maar ik wil gewoon dat het mooi wordt. Wat ik eigenlijk wil is dus pakketten maken. Oeh, ik moet niezen van de zon. Pakketten maken die gewoon echt goedkoop zijn. Maar dan wel gewoon niet retourneerbaar. En
Ik heb natuurlijk op de webshop dat je kan kiezen uit kleuren en stijl. En zo, maar gewoon, oké, een pakket maat L. En desnoods ook allemaal beautyproducten erbij die ik nog heb. Gewoon een soort van pakket, het waard van 400 voor 100. Bijvoorbeeld zoiets. Want ik wil wel dat het een groot pakket is, zodat ik niet heel veel kleine pakketjes hoef op te sturen. Ik weet niet of dan mensen dat willen. Ik zou natuurlijk ook in de vlog kunnen laten zien en kunnen zeggen, reageer welk pakket je wil hebben. Maar ik hoop eigenlijk het wat makkelijker te kunnen doen door gewoon te zeggen, kledingpakket maat L. Kleding te waarde van dit, voor maar dit. En ook nog eens gratis zoveel waarde aan beauty spullen erbij of zo. Maar ik wil natuurlijk niet echt heel veel verlies maken op de spullen voor mijn webshop. Maar ja, als je inkoopprijs terug kunt krijgen, is dat wel heel chill natuurlijk. Ik wil op zich ook niet stoppen met mijn webshop, maar ik zou liever lekker fris opnieuw willen beginnen. En ik zou eigenlijk willen stoppen met kleding, want eigenlijk ben ik nooit heel enthousiast geweest over de kleding. Was er maar een enkel kledingstuk waar ik echt heel enthousiast over was. Omdat ik het zelf ook niet eens paste ofzo. Maar het is zo zonde dat daar... Kijk, op zich kan dat ene rek echt wel vol hangen. Maar ook bijvoorbeeld met onze winterjas of zo. Ik wil gewoon dat dat kantoor een leuke ruimte wordt. Dus, Ik ben in ieder geval blij met wat ik gisteren heb gedaan. En ik wil eigenlijk vanavond door. Want woensdag zijn we dus maar tot 6 uur open. Ik ben zo benieuwd wat het gaat doen trouwens. Het is super lekker weer. Het lijkt wel lente. Bizar, ik liep ook de hele tijd gewoon zonder jas. Maar het is heel rustig in de Dorpsstraat. Ik heb geen idee wat het afgelopen week heeft gedaan. We zijn natuurlijk gewoon dicht geweest. Maar ik ga dus nu nog even naar de winkel, de laatste spullen halen. En dan zorg ik dat ik er om 12 uur ben. Dan heb ik nog een uur om al die dips te maken. En nog even een beetje de laatste spullen op te ruimen. Maar ik heb in ieder geval mijn zooi nu allemaal weg. Dus dat is top. Dip nummer 1. Et voilà, dip 1 is klaar. Deze is zo lekker. Mascarpone. Volgende dag. Knoflookolie voor de olijven. Oh, dat is zo lekker. Als je dit heel lang laat staan. Hi, mijn haar is geel. Ik ben nog nooit zo slecht geverfd qua kleur. Dat is echt bizar. Hoe dan? Ik heb het met zilver shampoo gewassen. Dat is echt niet leuk. Ik heb even lasagne gehad bij de buurman, Mels, even in de opslag. We hebben net een goed overleg gehad. En heel binnenkort ga ik jullie iets heel belangrijks vertellen. Binnen 2 weken ga ik dat doen. Dus verder heb ik echt letterlijk niks vloggen. Ik zou niet weten wat. Er is niemand. We waren om 1 uur open en om, ook zijn het 8:30, 9:30 komt er een groep met 6 tot 8 meiden. We komen een cocktail drinken. Een van hun vriendinnen heeft borstkanker en gaat chemo in, dus ze gaan nog wat leuks doen daarvoor. Ik vind het wel heel tof dat ze ons dan uitkiezen. Zei ja, ik zag die mooie roze bank, ik vond het helemaal perfect, dus ik ga even een leuk briefje schrijven. Cheers to life. Ik heb een overleg met een vriendin van haar. Oh nee, ik giet zo kokend koffie over mijn telefoon. Waarom ben ik zo? Dat ga ik nu onder de kraan afspoelen. Waarom ben ik zo? Oh, de vaatwasser is dus natuurlijk in de vakantie niet gebruikt. Mel en ik deden hem net aan. Ik had hem dus open laten staan om te luchten, maar we deden hem aan. En het ruikt zo goor, dus ik ben hem nu de hele tijd aan het spoelen. Er komt echt zo'n vieze lucht uit. Het zit allemaal water, zit er nog in die rioolbuis, denk ik. Ugh. Maar zaterdag ga ik eventjes met haar een aanhanger huren voor de zaak, zodat we even de opslag leeg kunnen halen, want al sinds het klussen ligt er allemaal bouwmateriaal in en dat moet gewoon een keer weg. Dus Mel is het nu een beetje aan het uitzoeken en dan ga ik het zaterdag wegbrengen. En dan kan ik meteen die 4 deuren uit het kantoor naar het grondveld brengen. De kledingpakketten gaan super goed. Ik maak er natuurlijk echt geen winst op, want ik krijg maar €6,67 per item. Maar doordat ik alles in 1 keer kwijt ben, heb ik gewoon heel veel winst als in dat mijn kantoor gewoon veel netter gaat zijn. En dat ik er gewoon snel vanaf ben. Want als je kijkt hoeveel werk het was om hier die pop-up store te doen, dat zijn ook allemaal verloren uren, weet je wel. Dus ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, €600 overgemaakt gekregen. Superleuk. En ik heb vanochtend ook al 5 pakketten ingepakt. En volgens mij zijn er nog meer. Ja, er is hier weer iemand die een pakket wil. Dus mega leuk. Ik zal het ook nog even filmen voor jullie trouwens. Want ik heb al die pakketten nu al dichtgeplakt, dus dan zien jullie helemaal niet wat erin zit. Hallo. Zal ik even vertellen hoe mijn dag is? Om 1 uur waren er meteen mensen voor een vegetarische borrelplan, dus dat was leuk. En iemand heeft het koffieapparaat gereinigd. Nu wil ik dus, de opslag moet al heel lang worden uitgeruimd qua puin. Het ligt allemaal klaar, maar moet met een aanhanger worden gedaan.
Dus ik ben even bezig met te regelen hoe we dat kunnen doen. Ik heb iets van, ja, als het nu rustig is, ga ik liever nu. Als er echt iets is, ben ik dan in 20 minuten terug of zo, weet je wel. En Mel zegt, ik red het wel in mijn eentje. Dus dan zei ik, nou, dan ga ik dat wel even doen. We hebben dus iemand die hier heel vaak kwam. En die ken ik dan nu ook een beetje. En die woont aan het eind van de straat. Dus ik ben net naar hem toe gegaan om gevraagd of ik ze aanhanger mag lenen. Dat mag. Dus ik ga dus straks... hoe heet het? Mel is even de dokter van school halen. Dan ga ik zo mijn auto halen. Als het goed is, ligt er ook een nummerplaat in. Dan ga ik dus zo rijden naar Henk. Henk heeft dus een heel heuveltje bij zijn huis. Ze moeten met z'n tweeën die aanhanger omhoog tillen. Aan mijn auto draaien, aan mijn auto vastzetten. Dan moet ik mijn auto zo zetten. Dan moet ik zo de Dorpsstraat in gaan rijden via een paal waar je moet aanbellen. In de hoop dat mensen open doen, want je mag eigenlijk maar tot 11 uur de Dorpsstraat in. Dus ga ik bij iedereen aanbellen en hopen dat ze open doen. Dan rijd ik de Dorpsstraat in. Dan ga ik recht door de opslag in rijden, want achteruit rijden kan ik niet. Dan ga ik alle puin in de bak ruimen, erin tillen. En dan om 4:30 is hopelijk Sander er, dat is de man van vrouw van Candy Break, die kan achteruit rijden. Dan staat de aanhanger in ieder geval niet in de weg. Dan staat hij dus bij de opslag en niet midden in de winkelstraat. Dat is waarom ik dan rechtdoor vast hem erin rijd, want dat kan ik wel. Dan hoop ik dus dat hij er is. Dan kan hij hem achteruit voor mij rijden. Dan kan ik verder de straat uitrijden naar huis. Dan ga ik daar die vier deuren ophalen. Dan is heel hopelijk net thuis uit zijn werk om 5:30. Dan tillen we samen die deuren erin. En dan rij ik als het goed is naar in mijn eentje naar het Groevel. Anders moet ik hem weer thuis afzetten. Nou, en hij gaat weer voetballen over drie kwartier later. Dus dan rij ik in mijn eentje naar het Groevel. Moet ik mijn milieupas meenemen? Moet ik alles daar in mijn eentje eruit gaan tillen? Dat wordt nog best wel pittig. En dan ben ik om 6:30 of zo denk ik terug. Vandaag is het Groevel tot laat open, dus... Dat is het plan voor vandaag. Oké, nou Henk heeft mij helemaal geholpen. Super lief. De aanhanger stond al helemaal klaar. En toen heeft hij hem erop gezet. En geholpen met mee naar de opslag rijden. En alles erin doen. En nu rijd ik naar huis. En heel is er nog 10 minuten. Dan gooien we nog even die deuren erin. En dan rijdt hij hopelijk mee. Want het is echt best wel veel. En over 1:20 is er een reservering. Dus we moeten wel echt over 1.5 uur weer terug zijn in de zaken. Dat ze dan eten willen, moet ik eten maken. Maar ik dacht, ik ga alsnog. Ik wil het nu gewoon gedaan hebben. Moet wel kunnen, joh. Dus ja. Nou, het ruikt lekker op. Het is echt zo'n ding die gewoon helemaal bovenaan de to-do-lijst staat al super lang en gewoon niet gebeurt. Dus fijn dat het nu lekker gefixt is dan straks. Ik hoop niet dat er een mega reis staat bij het Groenveld trouwens. Ik moet niet mijn chip vergeten, want anders mag je niks storten. En niks is gesorteerd, dus ik moet echt gewoon heel vaak lopen naar allemaal verschillende bakken. Want het is echt ieder soort materiaal wat je kan bedenken ligt hierin. Hi. Het is bijna 11:30 en ik ga nu naar Rijswijk rijden. Naar iemand die ik niet ken van Marktplaats om een JBL Boombox 310 op te halen. Ik wil dus zo graag zingen. Dus ik had toch laatst ook gefilmd dat ik ging zingen in de zaak. Nou, dat was dus een JBL Boombox met microfoon. Die microfoons moet ik dan nog bestellen. Maar eigenlijk heb ik dus geen geld om dat te kopen. Maar ik wil het zo graag. En mijn vriend is nu aan het voetballen. Dus die is dan wat later thuis. En dan meestal kan ik toch niet echt slapen als hij nog niet thuis is. Zeg maar als hij gewoon echt een nacht weg blijft wel. Maar als ik weet dat hij zeg maar binnen een uur of zo thuis komt, toch niet echt slapen. Dus ik dacht, dan ga ik nu naar Rijswijk rijden. En dan kan ik voor €375 kan ik hem dan ophalen. En op internet kost hij €450. Dus het scheelt wel iets. En hij is nog nieuw. Dus ik zei, waarom breng je hem dan niet terug? Want ze heeft nog 23 maanden garantie. Maar ze zegt, ja, ik heb hem in actie gekocht. Dus nu verdien ik er nog wat mee. Nou, ze is in ieder geval eerlijk. Dus ik vertrouw het wel. Maar het is wel een beetje raar om 11:30 s'nachts naar iemand zijn marktplaats te gaan. Dus ik zei al tegen heel, ik zal even mijn live locatie delen voor het geval dat ik vermoord word of zo. Dan weet je in ieder geval waar ik vermoord ben. Nee, sorry. Dit is echt mijn hoofd. Dan, ik doe het wel, maar ik denk toch van wat als ik vermoord word. Maar ik denk het niet hoor. Maar altijd goed om je live locatie te delen. Ik heb alleen een uur gedaan. Stel dat ik word vermoord en ergens heen word gesleept. Dan zien ze maar een uur lang waar ik... Nou ja, oké. Waarschijnlijk als iemand je gaat vermoorden, gaan ze toch wel je zakken eerst leeghalen en zo. En ik heb geen BH aan, dus ik kan ook niet mijn telefoon in mijn BH verstoppen. Wie denkt er ook zo na? Vet grappig. Maar goed. Ik had eigenlijk eerder willen gaan. Want we zijn eigenlijk tot 10 uur open. Maar er waren best wel veel meiden. Het was best wel gezellig. Dus volgens mij ga ik verkeerd. Oh nee. Wow. Deze route is snel.
Ja, de Dorpsstraat? Ik ben er over 12 minuten. Oké. En dan moet ik nog even microfoons bestellen. Die zijn 100 euro. Ja, het is niet dat ik een rijke tata of zo ben. Ik verdien helemaal bijna niks. Al heel lang, na 35. Maar ik wil gewoon zo graag zingen dat ik het doe. Dan denk ik, ja, ik kan het ook wel over een paar maanden gaan kopen. Maar dan is hij net zo duur. En dan had ik al deze maanden al kunnen zingen. Zo denkt mijn hoofd dus heel vaak. Dan zeggen mensen, ja, ik ga nog even sparen. Oké, als je het niet hebt, snap ik het. Maar ik heb het. Wel. Ik heb wel deze maand APK. En de kans dat hij weer wordt afgekeurd omdat ik dus moet gaan dokken, die is er wel. Maar oké. Dat vind ik dus wel. Ik denk, oké, als je het nu hebt en je weet dat je het wel kunt uitgeven, waarom zou je dan het pas over een paar maanden doen? Want dan mis je al die maanden plezier. Nou, ik kan dus alleen niet meteen het gaan gebruiken, want ik heb geen microfoon. Nou, dat was het verhaal van Charlotte. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Duimpje omhoog. Oké, ik zal jullie straks even vertellen of ik nog leef, ja? 100, 10, 80. Lijken wel drugsverkoper. 90, 200. Nee, ik heb toch wel genoeg? 10, 20. Oh nee, 30, 40. Oeps. 6. Ik heb 2,75 meegenomen. Oké. Dan, dat is echt voor ongeluk. Geen probleem. Kan ik die andere 100 euro wel overmaken? Ja, niet? Ik studie in. Je kan beter niet via Marktplaats doen, ik betaal je geld. Ja. Tiffy? Ja. Echt niet expres, sorry. Hi, mijn camera stond aan, dus ik heb alles opgenomen. Blijkbaar. Super aardige man, maar ik had dus dat geld uit de kassa gepakt. Zodat ik niet hoefde te pinnen. Zodat ik het dan. Hallo? Oh. Zodat ik het dan met de cash die ik thuis nog heb liggen morgen weer kan aanvullen. Dus ik sta daar zo op straat. Ik voel me echt een soort drugsdealer, er zit te weinig. Nou, lekkere vriend heb ik die zegt, bel me als je weer weggaat. Dan weet ik dat het allemaal goed is gegaan. Oh, oh, oh. Neemt hij niet op. Typisch mannen. Oké, nou. Gaan we weer. Ik heb echt zin in McDonald's. Ik zei, ik hoef de doos eromheen niet te hebben. Ja, dan heb ik nog meer oud papier. Nou, het was wel een aardige man. Ik gun hem wel de winst die hij heeft gemaakt op deze box. Maar ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat hij misschien 100 euro korting had en nu 25 euro winst heeft gemaakt of zo. I don't know. Hi. Dag later. De box is heel goed. Ik ben even naar de mediamarkt gereden. Daar heb ik een microfoon gekocht. Niet die ik wilde, maar die ik wilde is pas heel over heel lang leverbaar. En ik wilde gewoon een microfoon. Dus ik heb voor 32 euro een Hama microfoon gekocht. En er zit dus wel een draad aan helaas. Maar hij is volgens mij best prima. Hallo. Hallo. Ja, dat is gewoon goed. En dan kan ik dus mijn geluid instellen, mijn echo, alles. Boezie schiet van het licht. En dat is wel een beetje eng, hè, Boezie? Voel je naast me als ik straks op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Karaoke night. Weet je hoe groot de tv wij hier hebben? Weet je hoe goede karaoke night wij hier kunnen geven? I'm happy. Oh my god, dit geluid is heerlijk. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the current is high. Outfit change. Lekker mijn pyjama. Kijk, nog een liedje en dan stop ik. Ik heb ook echt een vitamine C tablet in mijn mond, maar oké. Don't you cry. Standing by. Dit is echt zo'n liedje die je echt moet oefenen. Swing in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer. Say get away here and play video game. It's all for you, everything I do. I tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Goedemorgen jongens, wat van Chiquelle gekregen. Love Chiquelle, 4 items. Een jurk. Een
jurk. Dit is zeg maar dat schelpentopje wat ik heb, maar dan in jurkvorm. Die heb ik dan in twee kleuren. Hier heb ik dus ook een topje van. En nog een soort kort mooi vest. Dus die zal ik straks even aan jullie laten zien. Vandaag had ik echt korte vesten, maar ik dacht dat dit misschien heel chill was voor onder mijn skijas. Want het is zo extreem zacht. Niet normaal. En ik moet echt mijn nagels doen, maar ze zijn tot 18 februari dicht. Oké, dit vest is echt heel erg kort. Het is een heel lekker zacht stofje. En hier jeuken die naden, dus dat is niet zo fijn. Ik vind het wel een mooi vest. Ik draag het dus niet vaak zo, maar op zich kan het wel. Mijn manke jurkjes is niet gepassen. Dit jurkje is wel heel erg leuk. Alleen nu zou ik hem niet dragen. Maar ik ben dus echt aangekomen. Maar hij is wel leuk. Het staat mij nu echt niet, maar hij is wel heel leuk. En ook mooie lengte. Nou, dit gaat hem ook echt niet worden. Ik krijg hem niet dicht. Echt mega kort. Ik kan niet beter filmen dan dit. Ik heb hem ook niet. Die wandjes moeten nog veel losser. Maar ik krijg hem hier niet dicht, jongens. Hallo, we hebben straks een groep van 15 mensen. Dat is de enige reservering van vandaag. Maar dan ziet het er nu dus hier zo uit. Dus we hebben dit verplaatst. Dit is super zwaar om te tillen. En dan daar nog één stoel erbij van Fabi. We hebben een tafel van Fabi. Ja, het is niet het allermooiste, maar ze moeten het er maar mee doen. Het wordt sowieso gezellig. Dan gaat Charlotte uit de toekomst de weekvlog hier weer afsluiten. Het enige stukje wat niet echt bij deze week hoorde was de kleding van Chiquelle die jullie net hebben gezien. Die heb ik net opgenomen, maar ik dacht, ik zet hem meteen in deze vlog, want deze vlog was wat korter. De volgende twee vlogs duren meer dan een uur voor één week. Ja, niet normaal. Ik heb heel veel tijd om content te maken. Daarover horen jullie meer in de volgende vlog. Views zijn mega laag, maar ik ga dus echt weer weekvloggen vanaf nu. Dus echt weer, ja, veel tijd investeren in dit YouTube kanaal. Hopelijk komen er ook weer meer kijkers bij. En zo niet, vind ik het alsnog leuk om te doen. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even een reactie achter. En ja, bereid je voor op twee vlogs van een uur hierna de komende twee weken. En misschien wel langer. Okay, bye. Doei.